Rio Michiels, de winnaar van het ticket voor de Mode Super Series. Blij om daar weer heen te gaan? Altijd. Ik ben altijd blij om daar naartoe te gaan. Dus ja, super blij. Ja, je bent eigenlijk, je voel je altijd thuis op dat podium, want je hebt 3 keer finale gehaald. Eigenlijk altijd doe je het wel goed daar. Ja, ik moet zeggen, Mode legt me wel daar zo. Er zijn gewoon veel wedstrijden, dus je kan gewoon lekker wennen aan het podium. En op een gegeven moment, ja, dan heb je gewoon je feeling op het podium en dan gaat het vanzelf. Gaat het vanzelf? Vandaag ging het ook wel redelijk vanzelf. Het eerste toernooi ging wel. Het tweede toernooi was helemaal raak. Want die win je nu, waardoor je een ticket pakt. Maar heb je ook wel even nodig om in te komen? Ja, ik heb altijd wel even nodig om in te komen. Dat sowieso, ja. Nou ja, als ik er eenmaal in zit, dan is het lekker natuurlijk. Maar nee, ik heb wel even tijd nodig om sowieso erin te komen. En dat bij de modus, ja, daar heb je gewoon lekker poolfase. En dan kun je gewoon lekker rustig gaan erin komen. Wennen aan het podium. En dan ja, op een gegeven moment als de wedstrijden daartoe zijn, dan moet je eigenlijk scherp zijn op dat moment. Scherp zijn? Je bent altijd een beetje onder de radar. Maar eigenlijk zijn jouw pieken best groot. Want als je steeds de finale bij de modus, ben je eigenlijk best wel een grote jongen. Maar je bent eigenlijk nog een beetje onder de radar. Je zei zelf al een beetje, dat ben ik altijd een beetje geweest. Maar wat zijn dan je ambities? Of vind je het prima zo? Mijn ambities bedoel je? Nou, ambities die heb ik nou momenteel niet. Ja, ik heb thuis 3 kinderen, dus vandaar dat het darten op een laag pitje staat. Maar voor de rest, weet je, als ik wil darten, sowieso met Super League, trek me gewoon aan de jongens op. Die trekken me er ook gewoon naar een hoger niveau. Ja, als ik de modus mee mag spelen, is mij alleen maar bonus allemaal. En dat vind ik leuk om daar aan deel te nemen. Over Super League gesproken, want jij hebt wel echt een fantastisch team om in te spelen. Beschrijf eens, hoe is dat? Fantastisch. Ja, gewoon een goed team. Ja, we staan gewoon met z'n allen achter elkaar en met z'n allen naast elkaar. En ja, het is gewoon fantastisch om in zo'n team te gooien. We hebben zowel 4 goede basisspelers als die niet kunnen, hebben we daarnaast ook nog gewoon 4 goede spelers weten staan. Dus ja, dat is gewoon lekker om mee te spelen. En ja, die jongens die trekken mij ook omhoog. Zeker de basisspelers die trekken mij gewoon omhoog qua niveau. Dat vind ik wel leuk. Is dat de reden dat je weer een beetje opkomt, dat het modus beter gaat, dat alles een beetje lekker loopt? Ja, ik leg de druk nou niet meer op mezelf, dus daardoor gaat het gewoon lekkerder. Dus je hebt niet meer, ja, de volle druk heb je bovenop je staan. Het is voor mij, ik vind, weet je, als ik win, win ik, verlies ik. Zo sta ik er nou helemaal in. Marino, dankjewel.